Jaarlijks vinden er gemiddeld zo'n 30 miljoen vluchten plaats. Al deze vliegtuigen moeten regelmatig een volledige reinigingsbeurt van de romp krijgen. Een arbeidsintensief proces dat binnenkort misschien wel verleden tijd is. Tot op heden werden eigenlijk vliegtuigen, of worden vliegtuigen eigenlijk gewassen met water en zeep, zoals een auto wast. En dat heeft natuurlijk een zwaar ecologische impact dat al restwater op de tarmac terechtkomt. Waardoor dat wij als bedrijf een oplossing zochten naar hoe gaan we dat in de toekomst aanpakken. Het is een alledaagse vereiste op een moderne en milieubewuste luchthaven. De Washbot bestaat uit een grondstation, een hoogtewerker om de technologie op hoogte te krijgen. En dan ook nog een substation om de technologie waterdicht te maken. Dat wil zeggen dat er geen water gelekt wordt, dus het water wordt ook hergebruikt. Daardoor mogen wij ook in een loods werken, omdat er geen water op de loodsvloer zou vallen. En ook op een tarmac, omdat daar geen water en detergenten achterblijven. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt deze innovatie, omdat het een grote waarde zal hebben voor onze regio. De luchthaven is de tweede belangrijkste economische pool in België. Heel veel bedrijven van Vlaams-Brabant leveren hier, werken hier ook. Dus het is een hele belangrijke draaischijf voor de tewerkstelling en de economie van onze provincie. De grote meerwaarde door het samenwerken met een provincie of met een ganse organisatie zoals de provincie is eigenlijk dat er marketing, netwerk, mechanisme achter zit dat eigenlijk heel dankbaar is voor bedrijven zoals ons. Iedereen, bedrijven, kennisinstellingen, samen met organisaties en overheden, zich nog altijd kunnen inschrijven op innovatieprojecten. En 15 oktober is de deadline. Meer informatie over innovatieve projecten vind je op deze website.